Nieuw leven. Een verfrissende wind op je gezicht. Een rijke adem in je lijf. Iets waar je misschien enorm naar verlangt. Soms lijken te vergeten dat die bries er eigenlijk al is. Dat we soms een stapje opzij moeten doen om in de krachtige straal van Gods aanwezigheid te gaan staan. Dat elke zondag als de dienst begint, elke keer dat de koffie rondgaat op de kring, elke keer dat er gespeeld wordt in de crash, Hij daar is. Ik verzeker het jullie nogmaals. Als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, daar ben ik in hun midden. De kerk 2030 is ontstaan omdat ik ooit en jij misschien ooit bent geraakt door de liefde van Christus. Die liefde van Christus, dat noemt de Bijbel de eerste liefde. En dan ga je toch met God ook van zijn kerk houden. Dat is niet altijd gemakkelijk, hè? Liefde is niet zoetsappig. Liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst. Geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over het onrecht. Maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze. Alles hoopt ze en alles volhardt ze. Waar loop jij tegenaan in de kerk? En je hoopt op nieuw elan en op nieuwe kracht. Je botst zomaar tegen muren van traditie en eigen gelijk. Tegen gemopper om van alles. En de motivatie verdwijnt. Dat moet je verdragen. Wij zijn Kerk 2030. Ook wij verduren, we vertragen. Maar we houden van de kerk en willen het volhouden. We hopen op een kerk die ook in 2030 nog leeft en bruist. En waar jonge mensen een plek vinden. Kerk 2030 wil niet een hippe club zijn. We putten ook uit de traditie van zoveel jaren waarin de kerken ook zoveel ontvangen hebben van God. Nou, beschouw Kerk 2030 als een gids op je weg die je bemoedigt, die je de goede vragen stelt en zo een tijdje met je meeloopt op de weg die God met je gaat. Wil jij samen optrekken met Kerk 2030? Dat kan. En je bepaalt zelf hoe jij in beweging komt. Bijvoorbeeld met de Kerk 2030 boekjes. Maak kennis met 6 thema's die essentieel zijn voor vernieuwing in jouw kerk. Over deze thema's kun je ook 14 interactieve webinars kijken met christelijke denkers en doeners. Of volg een GLOW-traject met andere kerken. 4 van jouw gemeenteleden lopen 2 jaar lang samen op met andere christenen om van en met elkaar te leren hoe nieuw leven in de kerk ontstaat. Of doe een lokaal GLOW-traject in jouw gemeente met begeleiding van Reinier Kramer, Joost Smit of Klaas Koelewijn. Als je aansluit bij Kerk 2030, doe je niet alleen mee met Kerk 2030 als een kerkvernieuwingsbeweging, landelijk of lokaal. Je doet ook mee met onderzoek. Vanuit de TU Kampen Utrecht zijn we bezig om na te denken, waarom werkt het nou en wat werkt wel of niet goed. Zo is Kerk 2030 bedoeld om vol te houden. Niet op eigen kracht, maar door samen achter Jezus aan te gaan. In het vertrouwen dat Hij met ons is. En dat als wij het eensgezind vragen, Hij ons door zijn geest zal geven wat nodig is. Ons zal vernieuwen in ons denken en leven. En daardoor ons hele kerk zijn zal transformeren. En houd dit voor ogen. Ik ben met jullie. Alle dagen. Tot aan de voltooiing van deze wereld. Kom ook in beweging. Ga naar kerk2030.nl, bel of mail. We gaan graag met je in gesprek.